jaar, 45 jaar, rond gemeld bij Remo. Binnen jaar, 45 jaar, even gemeld bij Remo. Maar dat iemand dan trakteert op heel mooi spel. En wat er een goal gescoord, dan werd men als nooit gehoord. Zullen jullie nog wat doen? Lekker van de start, ja, maar nog. Kom op. Dat moet niet doen. Ja, dit jammer, die laatste jullie toch hebben. Hij is niet tevreden. Hij heeft gelijk. Het moet toch kwaliteit zijn, mannen. En laat je horen vanuit de tribune. Het blijft gelijk warm bij. Op de wees. Ja, daar gaan we. Oké, de wees. Ja, tempo. Kom op, kies. Oh, klasse redding, hoor. Uitstekend. Ja, ja. Ga door, met die bus. Ja, klasse redding, hoor. Uitstekend. Mooi, man. En de winnaar van de 16 jaar en ouder moet hier bij mij komen. Winnaar 16 jaar en ouder. Dankjewel. Oké, ga door met Jan Klasse. Goede redding, hoor. Uitstekend, Pieter. Ja, aan een niveauetje, hoor. Uitstekend. Ga door. Mooi, man. Applausje, mensen. Laat je horen. Ook de spelers aan deze blauwe pakken. Jullie mogen klappen, hoor. Ga door. Oké, man. Applaus vanaf de tribune, Stan. Voor de keepers, voor de spelers en voor de voetbalvereniging Rapin. Uitstekend. We gaan hier door gelijk de prijsreiking doen. Dus als iedereen vanaf de tribune wil komen, richting mij. Oké, de keepers, als jullie hier komen zitten, aan de zijkanten. Ouders, jullie mogen wat dichterbij komen. Het wordt gezelliger, zou ik zeggen. Oké, voordat we overgaan naar prijsreiking. Ik denk dat jullie wel een hele mooie vraag hebben voor deze keeper. Voor we het doen, wil ik aan jullie vragen voor deze keepers. En waar is nummer 4 gebleven? We waren de 4. Die staat hier achter mij, bij Arnoud. Geef ze even jezelf een fantastisch applaus. Wie van jullie heeft de eerste vraag? Aan één van deze keepers. Steek je hand op, laat het maar horen. Punt is verhaal. Vraag je dat trouwens? Nog wel. Nou, er komt vraag 2, denk ik bij jou dan. Hij zegt nog wel. Kan nog wel, niet altijd. Wat een inkoppertje, keeper. Heel rap naar je baas. Wat een inkomen. Goeie vraag. Wie heeft nog zo'n mooie vraag? Oké, zijn er keepers van HC met een eerdivisieclub of een eerste divisieclub? Applaus, hè? Ja. Doen we die allemaal na, achter de wedstrijd. Hoe zijn jullie zo goed geworden? Luister. Dat doet hij altijd goed. Oké, hij vraagt zich nog iemand bij het auto van nu. Ja, dat doen we wel. Allemaal, we zijn allemaal, behalve
Oké, maar zou je dan kansloos zijn? Heb jij dan ook? Andere vragen, jongeman, kom maar. Ja, die kleine. Kom. Ja, Ik
Dat is een mooi antwoord, hè? De keeper is voor je geen enige meer, want we horen bij het team. We doen nog 2, 3 vragen. Hoe lang kiezen jullie al? Ja. Hoe oud zijn jullie? Een paar kiezen houdt schoenen. Leeftijd. Wie had dan die vraag? Hoe lang keep jullie al? Hoe lang wil je me blijven keepen? Ik dacht het zeker niet. Het is 15 jaar. Rob, Tim, wat zijn wij? Al die kinderen worden rustverketen en deze een geweldig applaus voor. Dit en dit verdient van je verder. De 10-11 jarigen. 5 MD1, Robin Jalving. Uiteraard niet de 6-7-jarigen. 12 13-jarigen, Koning Deen Deventer, de druk van de Ieder, zeg maar. Max Kuling. Kom maar voor, jongen. Maxie! Wie is Ralf van Dijk? Ralf Zuiderlaan, de Rijn. Klopt, Brian. Kunnen wij een mooie beker houden, los, wat zeggen. En voor de ouders. De nummer 1 en nummer 2 per groep nog gedaan. Die kunnen allemaal naar VMG naar Harderwijk. 18 mei, landelijke finale dag. Dus 18 mei, landelijke finale dag. Plus alle meisjes van vandaag, die gaan er sowieso naartoe. Dus we geven een applausje laten voor de dames. 16 jaar en ouder. SP Beste, meisje B1, Manon Oosterkamp. Ook meisjes en dames kunnen winnen van jongens. Ook dat is een sport. Meisjes, 16 jaar, JVS E3. Als ik me niet vergis, Lindy Asman. Asman, heel goed dat je mij stelt. En de laatste van de meisjes. VV SVBC. E3, Rosanne van Koten. Oké, 4 jaar ouder. Sanne Vieringa, VV, SVBC, C1. Kom naar voren. Ja, 4 prijzen voor thuis. Prima georganiseerd, dat is. Voordat we de laatste doen, keepers blijven op het veld. Jullie trainen begeleiden in die mooie blauwe pakken. Die gaan straks even naar binnen. En sponsorkerren halen. Sponsorkerren halen. Die brengen ze naar jullie toe. Maar voordat we doen, gaat de club nog even de verloting doen. Dus waarschijnlijk hebben we nog een beetje prijzen gewonnen. Dus ga hier naar huis toe. Je krijgt nog een blauwkaart. En je krijgt nog een sponsorpakket. Voor de mensen in blauwe pakken, trainers begeleiders. Jullie kunnen een sponsorpak ophalen. En het bal ook. De laatste, 6-7-jarigen, de jongste, SV Beste, Han Westen. Kom ervoor, jongen.
10 jaar bij. Toppie. Uitstekend. Ik geef nu het woord over aan Arnoud. Even dan. Van jullie verloving.